ben Patrick de Waal, ik was leerling aan het Atheneum in Tongeren. Uitgaande van de bekommernis om jonge mensen te sensibiliseren, te prikkelen voor cultuur, heeft het mij altijd getroffen dat dit aan het Atheneum van Tongeren gebeurde vanuit alle bestaande vakken. Sommigen pleiten voor een apart vak cultuur. Dit zou erg kunstmatig worden. Die brede culturele belangstelling, die heb ik geërfd eigenlijk van al mijn leerkrachten daar. En dat is mijn beste herinnering. Het belang van onderwijs kan moeilijk onderschat worden. Als schepen van onderwijs in Vilvoorde zie ik dagelijks het goede werk van leerkrachten en iedereen die in onderwijs actief is, om voor onze jongeren een echte toekomst te bieden. Ik denk dat dan ook elke liberaal verwacht wordt in het Vlaams parlement op zaterdag 22 oktober om mee na te denken over het onderwijs van de toekomst. Allemaal welkom.